Goedemorgen. Gaat u weer met ons mee in beweging? Petra staat klaar voor de warming-up. Goedemorgen mensen allemaal. We hebben een heerlijke warming-up op een disco-muziekje vandaag. De 60- en 70-jarigen onder ons, die hebben er vast vroeger op gedanst. Ik in ieder geval wel. Maar ook voor alle anderen is het natuurlijk lekker. We stappen even. Ik ga het laten zien waar we mee beginnen. Ik ga zo meteen 4 passen naar voren. 4 op de plaats. 4 passen naar achteren. 4 op de plaats. Ja. Ja, zijn we er klaar voor? Dan gaat hij. 1, 2, 3, 4, stap maar op de plaats. Terug, 2, 3, 4, stap maar op de plaats. En 1, 2, 3, 4, stap op de plaats. Ja, mooi. En heeft u weinig ruimte, dan blijft u gewoon op de plaats, hè? En terug. Ja, mooi. Goed. En nog één keer. Voor en stap op de plaats. En terug. 2. Goed. Kijk naar mijn armen en doe mee. 1. En terug. En 2. En terug. Ja, en omdat het een beetje disco is, mogen de heupen ook mee. Ja, mooi. Beide. Ja, en nu weer eentje. 1. En terug. En 2. En terug. En 3. En terug. En 4. En samen. Uit. En in. Uit. En in. Uit. In. En we lopen weer naar voren. 1, 2, 3, 4. Stap. Mag ook een dribbeltje worden? Ja. Dus als je wilt. En naar voren. En stappen of dribbelen. Terug. 2. En dan gaan we nog een keer. En 1, 2, 3. Oh, lekker oude tijden herleven weer. Ja, gaan we nog een keer. 1, 2, 3. Mooi. En terug. 2. We doen de armen weer. Gaat ie hem? 1. En terug. En 2. En terug. En ja, mooi. En samen nu. Uit. En in. Uit. En in. Uit. In. Met één arm komt hij. En 1. En de ander. En 1. Ja, dit gaat goed thuis. En uit. En uit. En uit. Mooi. Ja. En die heupen. Ja. En draai ze maar een beetje rond. En de heupen zo. En draai ze weer terug. Oké, we lopen nog een keer naar voren. 1. En stap op de plaats. En terug. 2. En nog een keertje. 1, 2. En stap op de plaats. En terug. 2, 3. Ja, uit. Hup. En goed. Nou, we worden lekker warm zo. Dan zijn we klaar zo meteen voor alle onderdelen. Ja, nog 2 keer. En de laatste. Mooi. Goed. We gaan verder met het volgende onderdeel. We gaan een oefening doen voor de armen en daarvoor gaan we maestro doen. Dus we gaan dirigeren met 1 arm omhoog en dan ga je weer naar beneden. Andere arm. En 1, 2, 3. Nou, fantastisch. En weer terug. 1 arm weer. En 1, 2, 3, 4. En weer terug. Met 2 armen gaan we van de ene kant heel rustig naar de andere kant. Nou, heel goed. Even kleine bewegingjes en dan gaan we omhoog. En dan gaan we weer naar beneden. Ja. Nou, nog een keer omhoog. En dan nog een keer naar beneden. Van de ene kant naar de andere kant. Nou, het is voor je armspieren. Lekker bewegen.
En dan doen we nu de armen wijd. En weer terug. Eén arm. En die gaat weer naar beneden. En dan de andere arm. En die gaat weer naar beneden. Twee. Wijd. Heel goed. Nog weer naar de ene kant. En naar de andere kant. En naar de ene kant. En naar de andere kant. En uiteindelijk zijn we dan weer in het midden. Ene arm. 1, 2, 3, 4. En weer terug. Andere arm. En 1, 2, 3, 4. En weer terug. Gaan we rondjes draaien. Nou, het orkest doet goed, hè. Andere kant op draaien. Van de ene kant. En dan gaan we door naar de andere kant. Heel goed. Twee, drie, vier. En dan gaat hij naar beneden. Andere arm. En 1, 2, 3, 4. En naar beneden. Nog een keer. 4 en naar beneden. Andere arm. En 1, 2, 3, 4. En naar beneden. Twee armen. Van de ene kant naar de andere kant. Hij is bijna afgelopen. Maak we even een mooi slot ervan. Ja, dank u wel. We zijn er weer met een stukje coördinatie. Doen jullie met me mee? We beginnen rustig. 1 en 2. Nummertje 3 naar beneden. Nummertje 4. Komt ie nog een keer. 1 en 2. Volgens mij willen jullie al sneller, of niet? Ja, we gaan ietsje sneller. Jullie thuis ook. 1 en 2 en 3 en 4. En 1 en 2. Nee, zo makkelijk blijft het niet. Let op, de rest komt erbij. We gaan voor 5 omhoog. 6, 7, 8. En 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8. Volgens mij gaat het goed, hè? Ik hoop thuis ook, want we gaan nog een keer versnellen. Komt-ie. Versnellen. En 1, 2, en 3, en 4, 5, 6, 7, 8. Als het allemaal niet lukt, geef niet. Elke keer kan je weer opnieuw beginnen. Dat is het leuke hiervan. Op, pam, 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 pam. Oeh, en los. Ha, we doen er wat bij. We pakken de benen erbij. Blijf marcheren op de muziek. Benen en dan doen we straks die armen erbij, hè? We beginnen langzaam. Jullie doen thuis mee, hè? 1 en 2 en 3 en 4 5 en 6 7. Applaus. En 1. Applaus voor onszelf, dat is ook heel belangrijk natuurlijk, hè? Hoog, midden, laag. Tempo. Pam, 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 pam. Hoog, midden. Ik ga niet kijken of om mij heen het goed gaat. Dan kom ik zelf in de war. Elke keer weer opnieuw beginnen. En laatste. Ik hoor allemaal gelach. We doen het nog moeilijker. Dus het wordt alleen maar nog meer lachen. Ik hoop dat u thuis lekker gaat. Benen heen en weer. Buikspieren aangespannen. Oké, gaan we weer. Armen erbij. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lukt het niet met de benen, gooi ze weg. Op, midden, laag, tempo. Pam, pam. Overnieuw. Pam, 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 pam. Hop. 1, 2. Jullie gaan gewoon door, hè? Dit kan thuis ook gebeuren. Oké, ik val weer bij. Pam, 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 pam. Hoog, midden, laag. Hap. 1, 2, 3, 4. Hoog, midden, laag. We zijn er bijna, mensen. En de laatste keer. En lekker marcheren op de plek. Ik hoop dat het goed ging. Coördineren.
combinatie blijft soms moeilijk. Error in de bovenkamer, heel goed voor de sportiviteit. Mensen, wij marcheren nog even door. En tot de volgende keer. Dit was coördinatie. Goed, we zijn alweer toegekomen aan een stukje cooling down. We gaan te snel. Prima, we gaan rechtop staan. Voeten iets uit elkaar. Armen langs je lichaam. We draaien de schouders rustig rond. Remembering the only thing that made me. Ook even de andere kant op. Schouders op en draai. We brengen beide armen omhoog. Maak je lang, rek je uit. Buik iets in. Eén arm laag, andere arm omhoog. En we gaan opzij. Maak de zijkant van je lichaam lang. En de andere arm. Maak je lang. En we gaan opzij. En laag. Eén arm zij. Voorlangs. Pak je bovenarm vast. Trek hem iets aan. En nu gaan we wisselen. Andere arm. Voorlangs. Pak hem vast. Trek hem iets aan. En armen laag. We gaan rustig laag. Voel de achterkant van je benen. De hamstrings. Hou vast. En rol rustig omhoog. En doen we deze nog een keer. Rustig laag. Misschien kunnen we de tweede keer iets verder. Hou vast. En rustig omhoog. Heel goed. We zetten één voet voor, één achter. Voor de stretch van je kuit. Tenen wijzen naar voren. Voorste knie buigen. Achterste been strekken. Hou vast. En wissel. Hak op de grond. Voorste knie buigen. Als we kramp hebben in de kuit, dan is dit een hele goede oefening. Hou vast. Prima. En de voeten weer iets uit elkaar. Brengen beide armen hoog. Pak vast. En laag. Adem in door de neus. Hou je adem vast. Blaas uit. Nog één keer, adem in. Hou vast. En blaas uit. En jullie kunnen tegelijkertijd luisteren naar de tip van Esther. Slaapt u 's nachts wat minder? Gaat u overdag dan meer bewegen? Dan zult u merken dat u beter gaat slapen.